De lockdown die gold voor Apure is vandaag opgeheven. Het dorp in West-Suriname werd 2 weken terug geconfronteerd met 10 coronabesmettingen en moest meteen in een lockdown. Onder de besmette mensen waren er 3 kinderen. Intussen is de situatie onder controle en zijn 4 personen volledig genezen, zegt DC Josta Lewis. Op social media heeft ze een statement geplaatst waarin ze de lokale bevolking vraagt om de COVID-19 maatregelen strikt op te volgen. Jullie moeten normaal de COVID-19 maatregelen in acht nemen. De tweede lockdown heeft voor heel wat irritaties gezorgd en dat is te begrijpen, maar is voor jullie eigen gezondheid. Er was een miscommunicatie bij de laatste boottrip die intussen recht is getrokken door mijn collega DC en mij persoon. Nadat ik uitgebreid informatie heb gehad zaterdagavond over een onheuse behandeling in Ikeri van iemand die pas uit de quarantaine was en bleek ook de tweede klacht te zijn, heb ik besloten mijn collega DC gisterochtend hierover te spreken. Ik heb een goed gesprek gehad met de DC van Nikeri, die ervoor zal zorgen dat de mensen uit Kabalebo geen onheuse behandeling krijgen in Nikeri. De lockdown heeft voor enorme frustraties gezorgd bij de dorpsbewoners. De winkels waren leeggeraakt, de enige pinautomaat werkte niet en de veerboot was ook niet in bedrijf. Nu de lockdown is opgeheven, zal de veerboot weer 1 keer in de maand vanuit Nikeri naar Apure varen. De pinautomaat zal ook meteen worden aangevuld, zegt de DC. De scholieren zullen normaal behandeld worden op de scholen. De booteigenaar heeft gemeld dat 1 van de machines van de boot geserviced moet worden, waardoor de boot pas aanstaande maandag naar Apure zal varen. Ik vind het heel jammer, want de booteigenaar had 2 weken de kans om de machine te servicen en dat heeft hij niet gedaan. Nu moeten de bewoners van Kabalebo eronder lijden na een lockdown die 2 weken heeft geduurd. Ik heb intussen een verzoek gedaan voor voedselpakketten als compensatie. Ik heb een laatste mededeling. Mocht het zijn dat iemand onheus wordt behandeld, graag contact opnemen met het commissariaat van Kabalebo op het nummer 220072. U mag ook contact opnemen met de persoonlijke secretaris van de DC en dat is Macintosh Ricardo. En dat was de DC van het bestuursresort Kabalebo, Josta Lewis. De lockdown in Apure is opgeheven. Het dorp telt ruim 2500 bewoners.